De geboorteakten van Paramaribo over de periode 1828 tot 1921 zijn online gezet. Hierdoor kunnen meer mensen onderzoek doen naar hun familiegeschiedenis. Dit zegt Koen van Galen, Project Manager Historical Database of Suriname and the Caribbean, die samen met het Nationaal Archief Suriname aan dit project werkt. Van Galen benadrukt dat deze online bron niet alleen is voor afstammelingen van mensen uit contractarbeid of de slavernij, maar voor de hele bevolking. Alle kinderen die in die periode zijn geboren komen hierin voor. En wat er dan gebeurt is dat er niet alleen de kinderen staan erin, de ouders staan erin, familieleden omheen die aangifte doen staan erin. En dat is zo'n rijke verzameling. En ik moet zeggen, het is zo leuk om te merken hoeveel reacties we nu al krijgen. Want echt duizenden en duizenden mensen hebben het al bezocht. En die zien ook meteen dat ze allerlei verbindingen vinden in hun familie waarvan ze niks wisten. Of familieleden die ze misschien nog niet eens kenden. En op die manier verrijkt ook hun eigen geschiedenis heel sterk. En dat... ja, dat is een van de zaken natuurlijk die wij, ja, waar we het voor doen. Het digitaliseringsproject van de Surinaamse burgerlijke stand in de periode 1828 tot 1921 is een lopend proces. De volgende stap is volgens Van Galen om de overlijdensactes van Paramaribo online te publiceren. Het is volgens hem ook de bedoeling om de burgerlijke stand van die periode van de overige districten online te zetten. Ook geeft Van Galen aan dat dit digitaliseringsproject van groot belang is voor de gemeenschap. Wij werken met heel veel vrijwilligers samen en op dit moment zijn we al bezig met de districten ook aan het invoeren. Dus die zullen in de loop van het komende jaar en volgend jaar zullen die stapje voor stapje ook online komen. Er bestaan heel veel verhalen, heel veel legenden vaak over voorouders. En nu kun je eigenlijk die informatie terugvinden. En misschien klopt die legende wel, misschien is het wel heel anders. En dat is denk ik het mooie ervan. En we werken daarom ook zo hard samen met het Nationaal Archief van Suriname, want die heeft eigenlijk, ja, die zet het online, dat staat op hun website, nationaalarchief.sr. En daar kunnen alle mensen het gewoon vinden. Het is ook gratis toegankelijk, dus het is ook niet zo dat je verplicht bent om ervoor te betalen. Dat willen we ook niet. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor mensen om daarin ook echt te wortelen. En dat geldt voor mensen in Suriname, dat geldt natuurlijk ook voor mensen met Surinaamse wortels die elders in de wereld wonen, want er wonen natuurlijk heel veel mensen ook buiten Suriname. En die kunnen ook allemaal dit vinden. Want vroeger moest je ervoor naar het archief, moest je alles doorzoeken. En nu kun je het eigenlijk thuis van achter de computer met één druk op de knop. Van Galen zegt dat er veel is gewerkt met vrijwilligers om dit project tot een succes te maken. Hij roept daarom Surinamers die een bijdrage willen leveren aan het project op, zich op te geven via de website van Historical Database of Suriname and the Caribbean.